Hallo, leuk dat jullie kijken. Nou, de tarwe is eraf. Ik heb hier één perceel op de zwaardere grond. Ga ik misschien wel tulpen opzetten. Daar is het stro wel verhakseld. Maar daar vraagt de tulpenboer toch of ik eventueel nog gras in wil zaaien. Engels raaigras zaai ik hierin. Ongeveer 25 kilo per hectare. Maar dan mag de grond niet losgehaald worden. Dus ik rijd met de kop weg eigenlijk zonder dat de tanden werk doen in de grond. Zaai ik met de zaaimachine precies tussen de rijtjes in waar ik vorig jaar de tarwe gezaaid heb. Dus er zal wel zaad droog komen te liggen wat op het stro ligt. Maar zo'n mooie proef om te kijken hoe dat dit gaat. Ik rij op GPS en ik heb hem gewoon centimeter 5 opzij gezet. Dat de schijven mooi ertussen doorgaan. Flink druk erop. Alleen, er ligt toch nogal behoorlijk wat stro op sommige plekken. Dus we gaan het zien. De tarwe zit bijna in de vrachtwagen. Nou, dan kunnen we het gewicht binnenkrijgen morgen. Dan weet ik hoeveel ton dat eraf gekomen is per hectare. Ja, Johan is er weer om de shampoos te verspreiden. Als die klaar is, dan gaan we het land lostrekken met de vaste tandcultivator om er wat in te werken. Ik kan het een beetje opdrogen. Shampoos is gestrooid. Jelle die is aan het land bewerken nu. Dat is natuurlijk verplicht met mest inwerken. Trek die het land los, want de grond is toch nog wel een beetje blauwig. En dan kan die mooi opdrogen. Ja, een van de laatste keren aardappels spuiten tegen Pitoftra. De meeste aardappels zijn aan het eind, die zijn aan de maat. Dit is Lady Anna. Er zit heel veel verschil in de rassen in afrijping dit jaar. Bladrammen naar zaaien. Kopweg eraf gehaald met de zaaimachine. Voorzetwoeler ervoor. Kopweg erachter, zaaimachine eraan. Afdraaien op bladrammenas. Ongeveer 7-28 kilo. En zaaien maar. Het gaat eigenlijk hartstikke mooi. De grond is nog mooi vochtig. Het is wel redelijk langzaam rijden, maar omdat de berichten droog zijn, wil ik het zaad wel goed vochtig hebben liggen. Dus het is eerst even afstellen geweest.
Maar het komt er mooi in te liggen. Toeren van de ventilator moet ongeveer op 3200 staan. Dat is wel het nadeel van zo'n pneumaat. Echt een gigantische herrie. Dus het raam maar dicht. Ja, ik ga mij weer diagonaal erdoor. Met die voorzetwoeler om de sporen nog een beetje los te halen. En dan gaat het zaaien vaak mooier. Maar eens even kijken of we zaad kunnen vinden, hoe dat erbij ligt. Hier ligt het zaad. Ja, er gebeurt van alles van de week. Ik ben nu aan het uienspuiten. Even terugkomend op de gele uien over de pinkroet. Ik heb nog geen uitslag, dus ik kan jullie er nog niks van vertellen. We gaan het zien. Ondertussen is het stro ook gepest, zie ik. De klamp staat er, ik heb geen flauw idee hoeveel pakken dat er vanaf zijn gekomen. Als ik zo tel, dan zijn het er 64. Toch nog maar even bij de uien kijken, om jullie te laten zien hoe dat de rooie het uien eruit zien. Ze beginnen al lekker te bollen. Vijftigers zitten er aan. Dat is wel anders wat als de gele uien. Ja, daar waar de tulpen gestaan hebben, ben ik aan het ploegen. Maar waarom ben ik nu aan het ploegen? Daar waar de sporen geweest zijn tussen de bedden, daar is de grond blauw. Hier kun je het wel zien. Daar zit een baan, daar en daar. Kijk, hier is de grond blauw. Daar zit geen zuurstof meer in. Dus ik probeer daar nu lucht in te brengen. Dan zal ik jullie morgen laten zien dat die grond helemaal verkleurd is. En daarna ga ik bladramen zaaien. Dan kan die bladramma's goed doorwortelen. Om de grond helemaal weer in orde te maken voor de teelt voor volgend jaar. Omdat er volgend jaar aardappelen komen. Ik ben met de 5713 aan het ploegen. Want die staat op brede wielen. En die kan het hier ook al trekken.
klant is geploegd op de lichte grond. We werken alleen nog even de kopbakkers bij, zodat die er ook weer mooi bij liggen. Tulpenland is geploegd. Voordat ik de bladrammelaars ga zaaien, strooi ik nog even kast erop. Kunstmest, stikstof, 300 kilo per hectare. Dan kan ik het mooi inwerken en kan de bladrammelaars flink aan de bak. Ik strooi hier op 18 meter breed. We zijn begonnen met zaaien op het tulpenland op de lichte grond. Kunstmest is gestrooid. De combinatie waarin we rijden is 57-13. We hebben voorop wielen met een extra 90 kilo. En achterop hebben we de vaste tandcultivator en de Vernaland zaaimachine. De grond, er zit ook weer mooie zuurstof in. Dus het blauwe is alweer aardig weggetrokken. Dat betekent dus dat er veel zuurstof bij is gekomen. En dat is natuurlijk wat we willen hebben. Bladrammelaars zaaien. Bij een vorige vlog heb ik de vraag gesteld hoeveel tarwe dat ik daar zo oogst, hoeveel ton. Van dat bewuste perceel is 12 ton en 50 kilo afgekomen. De andere twee percelen van de zwaardere grond, de tarwe op voorvrucht aardappelland, kwam ik op 12 ton 200 kilo. Maar het voorste perceel, tarwe op tarwe, gaat toch niet helemaal goed. Naast het erf, wat ik op de bewuste zaterdag gezaaid heb, dat kwam op 10 ton. Maar wat ik de maandag ingemodderd heb, daar kwam toch nog voedziekte in. Daar heb ik 9 ton geoogst. Gelukkig was dat maar 1 hectare. Maar gemiddeld een topopbrengst. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Heel graag abonneren en een duimpje omhoog. Hoi!